En allemaal, welkom terug bij The Binding of Isaac Rebirth. We gaan gewoon opnieuw beginnen. En we gaan met Azazel. Voor mij hebben die vorige keer vrijgespeeld, of niet? In ieder geval, Azazel is zoals je begint met 3 Devil Hearts. En zijn enige aanval is opladen en dat doen. Klinkt misschien heel stom. Maar dat ding is echt fucking OP. Zoals je kan zien, hebben we nu al een andere kleurstraal. Doordat we een slowness boost. Of boost, debuff hebben voor ze. Zoals je kan zien, het is vrij OP, vooral omdat ik weet hoe dat ding werkt. Kan ik er vrij goed mee omgaan. Ik heb mijn andere save-file, namelijk Satan zelfs verslagen met Azazel. Ja, hij is echt fucking OP. Zeker als je er een beetje mee kan omgaan, is die vrij sterk. Je kan er namelijk ook een beetje dit mee doen. Het is niet helemaal de manier waarop het speelt trouwens, maar... Shot speed up, dat is altijd mooi. Dat laat je hem sneller, dan kun je gewoon... sneller loslaten. Als hij wel constant moet laden. Maar ja. We gaan hopelijk Satan halen. Satan, het hart verslaan. Een beetje geluk ook wel Satan halen, ik weet niet. Dat is snel genoeg gegaan. Wow, dan ga ik mijn stem weg. Ik heb nog geen sleutels. Geef me een sleutel. Oh. Ik heb een sleutel nodig, jongens. Het is geen sleutel. Zoals ik zie, ik heb hem ook van tevoren al laden. Dus nu hoef ik alleen maar een kamer in te gaan. Ik kan hem vuren. Dus ik zeker geen slecht iets om te kunnen doen van tevoren. Sleutel. Terug. Ik zal hem even zo doen. Dan kunnen we de tijd in de gaten houden. Want volgens jullie onder de 20 minuten bent, kun je speed plus range up. Cool. Range heb ik niet zo heel veel verschil mee volgens mij. Speed is wel echt handig. Want als je de comments moet geloven, als je binnen 20 minuten moeders hart verslaat. Oh, dat was dom. Dan krijg je de mogelijkheid om tegen Satan te vechten. Of dat klopt, weet ik niet 100% zeker. Want ik heb ook om een andere save-file dus Satan al wel. Ik bedoel, al wel eerder 20 minuten, dik onder de 20 minuten gezeten. Toen kreeg ik Satan niet. Dus ik weet niet precies hoe en wat. Nou, dat viel best mee, zoals je kan zien. Devil deal. We gaan even kijken. Oeh, meer hartjes. We gaan deze niet doen. Dat ding is niet waard. Het zijn 3 van onze hartjes. En we hebben er maar 5,5. Ik hoop eigenlijk een health up te krijgen van de boss. Maar... oh, dat was dom. Oh wel. Gaan jullie eens dood. En gaan jullie eens dood. Ja, een bom. Je speelt echt op een controller, heb ik het al gezegd? Vast wel. Kist openen we later. Het allerbeste is meerdere enemies in dezelfde aanval hitten. Echt geweldig. Fuck man, dit zijn allemaal goede items. Maar. Het is gewoon. Oeh! Volgens jullie was dit het beste item. Cancer. Volgens jullie, volgens sommigen van jullie. Ik weet niet wat het doet, dus ik kan er niet over oordelen. Item room is natuurlijk net in de enige kamer waar niet zijn geweest. Dit is dom als je wil runnen, maar oké. Items aan tegen ze niet verkeerd. Oh, bommen. Oké, nu was het dus niet de moeite waard. Ik kan net zo goed deze nog even openen. Ik ga bijna te snel voor mezelf. Mega Man. Auw.
Dat was dom. Oké, en dan hier staan. En dan... Ah, dat was heel dom. Jezus, ik ben slecht bezig. Ok. Geef mijn helft op. Geef me die 6 deze kamer. Het is voor het eerst dat ik zo'n slecht potje heb. Maspa krijgt echt al 1 helft op in de tussentijd. Oké. Verspinnen. Oh, cool. Golden key. Dat betekent dat we deze verdieping gewoon sleutels kunnen verspillen. Oké. Noise. Oeh. Ik ga te snel. Jezus. Oké. Wat is mijn speed? Dat valt nog mee. Auw. Dat ik daar serieus geraakt werd. Ik schaam me. Godsamme. Ik ga fucking slecht. En ik blame de opname. Oh, kut. Deze wezens zijn echt de aids van dit spel. Oh, Jezus. Ik heb zeg maar 1 hartje en daar moeten we nu een bos op verslaan en... Als het maar goede bos is. Iets van monstro of zo, ik heb die al gehad. Ok. Wees health up. Nee. Wel. Ik ga eerst maar... Oh. Oké, dat is iets. Dat hier allebei de secret rooms zijn, gek. Dat was niet de knop. Ze moeten niet tegelijk gaan. Ok. Dan moet ik daar naar beneden. Eigenlijk moet ik dit niet doen, maar ik ga het anders gewoon niet redden. Fuck die. Fuck Satan. Is er nog een... Iets. Wel, rip. Damage up. Ja, dat was dan precies niet helemaal wat ik nodig had. Coins maar even hierin stoppen. Ah, ze niet denkt dat we ver gaan komen. En ja, dit is min of meer een glitch. De kaart is vastgelopen, jammer. We kunnen de shop namelijk upgraden als we er genoeg spul in gooien. Gertie, Gertie kan nog goed uitpakken, zeg maar. Zeker als die sloten is. Oh, dit moet wel lukken. Jee! Nee! Fuck! Even zien, we hebben nog meer. We hebben nog een Lazarus. Deze niet. Daar gaan we ons best voor doen. Geen hartjes oppakken en geen damage nemen. Het geen damage nemen is de makkelijke helft, denk ik, met dit poppetje. Deze geeft me steeds
Vliegjes, geloof ik. Elke keer als ik iemand hit ofzo, of... Oké, fuck dat, geen damage nemen. Heb ik nou iedereen? Nee, jou nog niet. Bommen. Zie ik een bom die ik op wil blazen? Nee, een bom, een steen. Niet echt, dit kan wel weer iets kleiner. Kunnen nog geen hartjes oppakken deel doen. Verdomme, help me maar hitten. Wat doe jij? De tower. Ik heb nu een hartje opgepakt, dus ik geef het die ook op. We gaan gewoon voor het uitspelen. Zo. Auw. Oké, HP up, noise. Dat bedoel ik dus, hartjes zijn geen straf. Hier is niets te doen. Heb ik niet nodig nog. Wauw, ik heb het echt een stuk erger gemaakt. Auw, auw, hou op! Oké. Oké, dat was dom. Ik geef toe dat dat niet mijn beste idee ooit was. Vliegjes. Damage plus 1 stap. Die open ik maar even. Oh, cool. Ook. De rest hoef ik niet. Zoals de ene kan ik niet betalen. Die andere die vind ik niet echt de moeite waard. Die hive ding is overpowered, zeg maar. Ik had eerder vandaag een item, daarmee kon ik als ik zou willen en een beetje goed speelde, een hele kamer in één keer helemaal one-shotten. Speed plus 1 sap. Ik blijf ook gewoon dingen raken, ik ben echt heel slecht bezig. Nee. Oh, oké, dank je vliegjes. Vliegjes zijn serieus ook overpowered. Oh nee, niet deze Gertie. Ik klaagde over de andere versie. Dit is nog erger. Dat bedoel ik. We hebben nu één hartje. We zijn zo fucked. We zijn zo fucked. Vertrouw maar gewoon mijn buddy. En oké, hebben we dat in ieder geval goed. Bev, Reapstar. Ik weet niet wat het doet. Oh, hond. Vieze. Ja, dat bedoel ik. We gaan met deze.
kan nu graag een bom gewild aan, zie ik deze steen wel zie. Zo. Verdomme. Zo. En dan ga jij dat. En jij. En jij geeft mij een nepbom. Of is het een trollbom? Heb ik dat nog wel gehad dan? Nee toch? Die is nog boven. Auw. Ik moet ook best wel dom zijn om die map op te zoeken terwijl ik bezig ben met de kamer. Pom. Nice. Ik weet niet precies wat ik doe, maar ik weet dat het een redelijk goed item zou moeten zijn. Voor mij, als ik nu word geraakt, zal ik krijg ik een tijdelijke schildje of iets in die richting. Zo. Ga jij eens dood. Dankjewel, meid. Pils. Niet negatief in ieder geval. Heel goed. Oké. Toppie. Twee keer health up. Eén probleem is dit. Maar het wordt vanzelf weer goed als het goed is. Beetje jammer dat mijn sleutels nu wel weg zijn. Dat bedoel ik. Ik hoop dat het even mijn sleutels geeft, anders word ik echt gek. Oké, dit keer win jij een level. Number one. Sneller maar minder range is dit, geloof ik. Het is gewoon pis. Klaar. Ik kan maar even lachen om het woord pis. Of plas. Of urine. Of... Ja, klaar met lachen. Mooi. Dan gaan jullie nou even allemaal. Zo. Zo. Als je me nou even meer health geeft, spel, dan kan ik zeg maar een beetje mijn extra hartjes ook benutten. Niet helemaal, ik val onder de naam meer health. Maar sure. Verdikken me. Oh, deze fucker weer. Nee, jij blijft uit mijn buurt. Vis jij onder, een hoop stront. Oké, nu gaat hij weer rennen. Je kan als zijn gezicht zien wat hij gaat doen. Dat is op zich wel grappig. Zo'n gemeen lachje, dan gaat hij schieten. Ja, fluiten, dan roept hij zijn slaafjes. En meestal schiet hij daarna ook.
Als hij zo moeilijk gaat kijken, dan moet hij schijten en dan gaat hij rennen. Oh jammer, ik was dat schieten vergeten. Jee. Ik heb net dat geitenhoofd opgepakt en dat hoofd zorgt ervoor dat het eigenlijk altijd een devil deal room komt. Balls of Steel, awesome. En nu wil ik eigenlijk ook deze kopen. Ik geloof dat deze één hartje damage doet. Of één hartje inwisselt gewoon voor een aantal soul hearts. Op zich niet het meest handige item misschien. Maar ik weet dat nou ja, sommige goede spelers er best wel heel erg fan van zijn van dat item. Die ik goed vind in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Zo. Ook. Ja, nice. Ik zou graag een sleutel willen spel. Ik weet niet of het spel weet wat de sleutel is. Ik zag dat aankomen en ik kon het niet ontwijken. Helemaal de kamer waar ik op houd. Zit er hier dan nog een? Nee. Zo. En dan doen we even jou doodmaken. Dat was gewoon puur skill. Ga even naar sluiten. Oh. Jij bent geen sleutel. Yay! En dan moeten we helemaal weer door die hele fucking map heen. En dan krijg ik een laseroog. Oh. Hij is geel. Dat is dan wel weer grappig. Damage valt me een beetje tegen van dit altijd. Maar aan de andere kant, ik moet niet te veel zeuren. Want het is wel handig dat ik gewoon op mijn perk range heb. En gewoon fucking snel power. Power afschiet, zeg maar. Damage. Neem. Doe. Geef. We zijn bijna klaar met dit gevecht. Well?
Oh, hallo. Nog één. Cattails. Nog twee hartjes. Nou, op zich was dat geen slechte Devil Deal Room, maar wel. Ik kwam wel eens een halve kat vanaf. Nog steeds geen sleutels. Zo, dat was niet slim. Nu heb ik het vliegje boos gemaakt. Niet dat het heel erg veel problemen geeft of zo, maar. Weet je. Verdomme. Drie sleutels graag. Ik zou het kunnen gaan gokken in het casino. Oké, we gaan naar het casino. Nou, het eerste wat we doen is dit ding opblazen. Wauw, serieus? Aan de andere kant, ik kan de jullie wel onbeperkt gokken. Hartjes, ja. Nee, sleutels graag. Sleutels graag. Sleutels graag. Die ja. Geef me een 4. Verdomme. Sleutels. Ja, die. 4. Dat is de helft. Goed. Geef me de 20. Nog 20. 100. Ja. Dankjewel, dat is in ieder geval wat. Jo, toppie. Misschien even aan de kant gaan dingen. Dank je. Wel op deze wel, Rakers? Yep, dat dacht ik al. Waarom zijn sleutels het moeilijkste winnen, verdomme? Fly love. Sure. Hey, wat doet hij met zijn sleutels? Nou, het wordt al geen kist openmaken of zo. Oh, ik zag jou niet. Donker hoekje. Verdomme. En wat ben jij? Je hebt een teleporter. Wel, laatste partjes ga ik toch niet gebruiken. Waar TP jij mij heen? Naar deze kamer. Hey, een soul heart. Ok. Ben jij? Ah. Your feet feel stronger. Ik weet niet al die dingen doen. Ik heb me daar nooit in verdiept. Ik weet alleen sommige dingen die passen de manier van schieten aan. Die zijn cool. Onhandig, maar cool. Ik heb dit ding nog nooit gezien in een bossroom. Cool. Wel eens gezien in een andere kamer. Naar mam, zeg maar. Naar het hart. Naar de voeten. In die kamer waar je dan alle bossen ziet. Dat is geen bekend iets voor de mensen die het niet hebben gespeeld, denk ik.
Hij kan naar Mom's Heart nog een soort challenge room doen, waarbij je alle bosses moet bevechten voor één item. En laat ik het zo zeggen, dat item dat je krijgt is het vaak niet waard. Zo. Okidokie. Gewonnen en een Devil Deal kamer. Een hartje voor Puppy's Head. Sure. Verdomme. Ik denk niet veel mensen het eens zijn met dat besluit, maar ook. Oh, nu kan ik vliegen. Awesome, ik kan nu vliegen. Sleutel. Heel vaak niks aan heb. Werd naar Sirius nog geraakt? Ja. Misschien hoeveel vliegjes ik heb. Jij wil graag een sleutel. Je krijgt van mij één sleutel. Meer krijg je niet. Jij gaat nu dood. Ik krijg niet eens mijn sleutel terug. Viespeuk. Dat was niet de goede knop eigenlijk, maar ook. Heb ik hier de itemroom al gevonden? Nee. Item room. Eternal life. Ik heb een respawn nu. Awesome. Moet ik helemaal voor die kant op. Daar ligt een pil. Monstro 2. Ok. Au. Doe nou eens even niet zo flauw. Elke keer als ik iemand hit, krijg ik blijkbaar ook een vlieg erbij. Is dat zo? Oh. Coins. Vliegjes. Kistjes. Deze dingetjes. Teleporter, die nu maar zat de punten peet. Sure. Pretty fly. Telepils. Oké, dat is. Dat is niet de goede kant op. Zo. Ik ben al bezig. Oh joh, 34 minuten. Serieus, denk dat nou echt? Nou, maar aan nooit meer op mijn klokje te kijken. Loop ik godverdomme recht deze kamer in? Nee. Heb je nou alles al gehad? Ja. Zoveel vliegjes.
Over vliegjes. Nee, dat wint niet van hoeveel. Ik wil eigenlijk weten of ik nog steeds dingen krijg als ik iemand raak dan. En zo ja. Dan hou ik mooi de tappen. Eigenlijk moeten allemaal vliegjes dan even op. Ja, ik krijg nog steeds nieuwe vliegjes dan. Dan hou ik denk ik dit boek. Dat bedoel ik, hij gaat er gewoon helemaal rond. Awesome. Ik activeerde hem daar, had je het niet door, dan ben je dom. Kijk, dat bedoel ik dus. Dit is vrij gaaf zo. Wat trouwens heel makkelijk is met dit gevecht. Elke keer als ze zometeen gaat stampen. Oh, ze heeft niets gestampt, dat bedoel ik. Range up. Ik ga niet nog een hartje aan jou geven, fuck you. Maar zeg maar, als ze gaat stampen, dan gaat ze in één keer schreeuwen, zo. Huh! Zo'n soort schreeuwtjes. Daar kan je te kennen. We gaan trouwens wel lekker nu. Oh, dat is dom. Laat ik hem hier dan gewoon op gebruiken. You may be pure in heart. Ik weet niet wat het doet, die gebruiken we wel een keer. Pretty fly. Ok. Bam tegen. Ik had meer verwacht van dat item. Waarom gebruik ik dat boek steeds? Zo. Ja, oké. Satan zit er denk ik niet in. Master of lockpicking. Betekent dat ik nu geen sleutels meer nodig heb? Zo. Nog een sleutel. Oh, dat is dat ding. Ja, ook. Deze valt trouwens heel erg mee. Ja, zie ik gewoon vlieg. Gewoon. Ik hoef die kat niet. Ik wil deze dingen wel graag. Extra health. Ook. Poeh. Mams hart. Als we nu niet winnen, dan weet ik het ook niet meer.
Soul Heart. Oh cool, dat had geen lockpick, geen key nodig. Dus dat betekent eigenlijk dat ik gewoon wel redelijk binnen ben, denk ik. Toch wil ik dit even doen en hoop dat ik nog iets goeds krijg. Nee, YOLO. Auw. Daar kan ik niet in. Nou, kan wel, maar gaan we niet. Gaat dan eindelijk doen, jongens. Gaan we eindelijk mams hart verslaan. Bombstar key. Hier ben ik minder blij mee, moet ik zeggen. Wel, het valt best mee. Nee, ik wil deze. Heb ik niks aan. Kleine Gurdies. Hartstikke lief en schattig en zo. Pak ze vliegjes. Pak er. Ja. Ja! Kunnen naar Satan door. Ja. Fuck it, we gaan gewoon een keer naar Satan. We hebben in ieder geval een momkill. En daar ben ik best blij mee, want die hadden we hier nog niet. Oh ja. Al dit soort popjes komen wel hierin voor. Pretty fly. Cool. Jongens, doe nou even niet zo flauw. Fuck, ik krijg echt super veel damage hier. Oh, dat is niet goed. We gaan Satan sowieso niet verslaan. Wel. May your rage bring power. Het klinkt als een goed iets. Cancer. Dat was iets goeds, toch? Holy fuck, ik schiet twee keer zo snel opeens. Wok, dat zou wel iets goeds zijn geweest. Ja, dacht ik al, het gewoon maar twee hartjes gaf.
Sterf. Net zo snel als ik nu schiet, krijg ik zo snel zoveel vliegen erbij. Oh. Ah! Oh, jongens. Ik begin zenuwachtig te worden, is dat raar? YOLO! Dat is nog niet Satan trouwens. Eerst komen we tegen een hele simpele vorm. Vervolgens krijgt hij deze vorm. Die nog best te doen is. En dan komt er nog een vorm. Oh nee, dat is... Ja, wel. En die is ook best te doen met al mijn power-up shit. Oh fuck. Ja, Satan slagen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hahaha, Satan slagen. Hahaha. Ja. Kijk eens even. En dan gaan we nu alle poppetjes die er mogelijk zijn langs. En dan krijgen wij... Oh, we gaan er gewoon in zitten. In ieder geval... Wij kunnen nu gezellig... schudders nu met... Judas. Yep. En hebben we ook Eden. Huh. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!